Deze video gaat over een merk vloerisolatie en dat is Tonzon. Die heeft zeg maar hele dunne folieisolatie die in luchtzakken onder de vloer hangt. Normaal hoor je van mij geen merk of fabrikanten of wat dan ook binnen de bouw, omdat ik niet echt een voorkeur heb. Maar Tonzon vloerisolatie is dan toch wel een beetje een begrip. Ziet maar een beetje als het merk Jeep onder de terreinauto's. Je hebt zeg maar pur vloerisolatie, waar ik niet kapot van ben. Steenwol, glaswol, gewoon EPS, piepschuim vloerisolatie of schelp op de grond. Maar je hebt dus ook Tonzon vloerisolatie. Daarmee bedoelen ze eigenlijk gewoon heel vaak de isolatie met van die luchtzakken onder je vloer. En dat heb je volgens mij ook wel van andere merken wat er een beetje op lijkt. Maar de verreweg de grootste in ons land, daarin is Tonzon. Dus deze video even speciaal daarover. Nou, wat zijn de voor- en nadelen van Tonzon? Ik denk dat het een groot voordeel is. Is dat het relatief licht is. Het is makkelijk aan te brengen. En nou, het schijnt ook na jaren en jaren gebruik toch nog wel goed te blijven. En in het begin was ik een beetje huiverig. Want ik denk, ja, die hele dunne folies onder een vloer. Blijft dat wel goed? Hè? Ik kan me voorstellen dat het gewoon na aanbrengen gewoon perfect is. Maar gewoon gedurende de jaren gewoon slechter wordt. Tot er lucht, valse lucht in komt. Maar er zijn toch wel hele goede ervaringen mee. En daarnaast isoleert het ook gewoon goed. Ze hebben dat uiteraard uitgebreid gemeten in rapporten en keuringsrapporten van laten maken. Dus als ik jou was, zou ik me daar zeker in verdiepen als je Tonzon vloerisolatie overweegt. De kosten van Tonzon vloerisolatie is denk ik een nadeel. Want het zit ongeveer op 30 euro per vierkante meter. En dan heb je dus voor 100 vierkante meter een 3000 euro. En 50 vierkante meter is dan relatief wat duurder. Dan zit je volgens mij richting de 15.000, 2000 euro of zo. Dat kun je natuurlijk aan hen vragen. Maar daar moet je dus ongeveer aan denken. Nou, wat doet die Tonzon vloerisolatie natuurlijk gewoon? Zorgen dat het behagelijker wordt in huis. Energiekosten besparen, omdat het natuurlijk gewoon de warmte in huis blijft. En het houdt tevens, zoals ze zeggen, nou, schadelijke gassen, tussen aanhalingstekens natuurlijk, schadelijke gassen tegen, die vanuit de bodem komen. En ook optrekkend vocht, wat zeg maar gewoon omhoog gaat. Niet zozeer door de muren, want dat heb je natuurlijk altijd een beetje. En dat voorkomt het ook niet. Maar wel zeg maar het vocht wat zeg maar naar boven gaat, gewoon vanuit de bodem, dan in de kruipruimte en dan naar boven in de woning. En dat is natuurlijk heel erg verschillend van de woning zelf. Waar is de vloer van gemaakt? Waar staat de woning? Wat voor soort grond is er daar onder die woning? Maar ook daarin heeft het voordelen. Nou, ik zal alle soorten vloerisolaties naast elkaar zetten in het bericht. En mocht je dit zien in YouTube, dan zal ik de link onder deze video zetten.